ben oké. Goedemorgen. Goedemorgen. Morgen is de grote Bezemstadse atletiekwedstrijd. Mm-hmm. En jullie weten allemaal wat jullie moeten doen om het goed voor te bereiden. Zeker, Jin. Uit voorzorg neem ik al mijn EHBO-spullen mee. En Roy en ik zullen het stadion bouwen. Mm-hmm. Ik check de veiligheidsvoorzieningen. Oké, zo te horen weten jullie allemaal wat jullie moeten doen. Hey, Jin, doen er eigenlijk al veel mensen mee? Natuurlijk. En je weet, je kan je nog inschrijven tot het einde van de dag. Dus ik denk dat er nog wel meer mensen mee zullen doen. Hé, hey, misschien moeten we iedereen nog even herinneren aan de deadline van de wedstrijd. Dan kunnen ze zich nog snel inschrijven. Oh ja! Hallo Bezemstadvrienden. Denk eraan, de eerste Bezemstadse atletiekwedstrijd is morgen. Als je je nog niet hebt opgegeven, doe dit dan vanmiddag nog. Oh. Zei Jin dat de inschrijving bijna gesloten is? Heb jij je nog niet ingeschreven? Wij hebben ons allemaal al aangemeld. Echt waar? Dan kan ik maar beter gaan opschieten. Pardon, meneer Bauer, mag ik me alstublieft gaan inschrijven voor de wedstrijd? Tuurlijk, als je snel terug bent. Dank u. Tot zo. Spooky, jij gaat verspringen en Clem gaat racen. Oké, Roy. Goed werk. Nog even en dan zijn we klaar. Oké. Morgen wordt echt te gek, hè, Clem? Hey, jongens. Hallo. Hallo, Max. Kom je je inschrijven? Ja. En aan welke onderdelen gaan jullie morgen meedoen? Wel, ik ga racen. Huh? Wauw, Clem, wat ben je snel. Ja, dat vind ik ook. Ik doe mee aan verspringen. Rappen. Wow, jullie zijn echt te gek. Zie je later. Dag, Max. Jin. Hey, Max. Goedemiddag. Kom je je ook inschrijven? Ja, maar ik weet nog niet helemaal zeker voor welk onderdeel. Nou, misschien helpt dit je. Oké. Racen, verspringen, hoogspringen en horden lopen. Die onderdelen zijn allemaal hartstikke moeilijk. En Max, heb je al een keuze gemaakt? Nee. Ik moet er even over nadenken en dan kom ik terug. Maar denk eraan, schrijf je in voordat het donker is, oké? Welk onderdeel zal ik kiezen? Misschien kan ik wel meedoen aan de race. Ja! Ik ben aan het racen! Hallo, meneer Max. Dag, meneer Max. Of toch maar niet racen. Maar misschien kan ik verspringen. Oké, misschien geen verspringen. Misschien moet ik wel helemaal niet meedoen. Kwam die eigenlijk wel van de grond? Dan gaan we het nog langzamer. Ik zet mezelf alleen maar voor schut. Spring! Hey, Max. En heb je jezelf opgegeven? Nee. Wow, die kijkt droevig. Dat is niet de route naar de bouwplaats. Waar gaat Max nou heen? Juist. Maak dit af en dan zijn we klaar. Hey, ik dacht dat Max nu wel terug zou zijn. Je hebt gelijk. Hij zei toch dat hij meteen terug zou komen? Misschien heeft hij onderweg wel een ongeluk gehad. Ik hoop van niet. Maar waar kan hij zijn? Oké, volgens mij zijn we zo wel klaar. Holly, de EHBO-tent is ook helemaal klaar. De veiligheidsvoorzieningen zijn allemaal gecheckt. En de inschrijving is bij deze gesloten. Goed werk, jongens. Zodra Roy het parcours helemaal heeft geïnspecteerd, zijn we klaar voor de atletiekwedstrijd.
Hey jongens, huh? We hebben een probleem. Oh, er zitten gaten in het wegdek. Dit is ernstig. Polly, we moeten het wegdek onmiddellijk repareren. Mm-hmm. We zullen het met nieuw asfalt moeten vullen. Weet je wat? We zullen Max vragen of hij ons hiermee wil helpen. Als het om asfalt gaat, is hij de allerbeste. Goed, dan bel ik meteen meneer Bauer. Oh. Met het reddingsteam, u spreekt met Jin. Ah, meneer Bauer. Sorry, Max? Ja, die is net nog hier geweest. Wat? Maak u zich geen zorgen. Natuurlijk gaan we hem zoeken. Wat is er, Jin? Het is Max. Hij is nooit teruggekeerd op zijn werk nadat hij hier is geweest om zich in te schrijven. Oh. En nog iets. Hij zou ook hier terugkomen, maar dat is ook niet gebeurd. Wat? Misschien is hij wel in de problemen gekomen. Oh, mijn hemel. We moeten direct met z'n allen naar hem gaan zoeken. Aan de slag! We moeten opsplitsen en Max zoeken. Oké. Max! Max! Klep, heb je Max gezien? Max? Hij wilde zich inschrijven voor de wedstrijd, maar dat is al een tijdje geleden. Dank je. Doe voorzichtig, hè? Max, die heb ik gezien. Maar het leek alsof er iets mis met hem was. Hij reed in oostelijke richting en hij zag er echt heel verdrietig uit, Polly. Oké, dus hij ging richting het oosten. Reddingsteam, Spooky zag dat Max richting het oosten ging. Wat? Dus ga snel die kant op. Komt in orde! Polly! We moeten opschieten. Laten we kijken of Max hier ergens in de buurt is. Mm-hmm. Max! Max? 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 Ben je hier? Oh, daar is hij. Ik zie hem op de oostelijke heuvel. Ah, gevonden. Max! Huh? Max! Polly! Maar wat doen jullie nou toch hier? Waarom ben je hier helemaal alleen? Is er iets mis? Ja, Max. Je hebt je helemaal niet ingeschreven. Nou, eigenlijk kon ik me helemaal niet inschrijven voor de wedstrijd. Huh? Je kon je niet inschrijven? Maar waarom dan niet? Ik ben zo langzaam en zwaar. Als ik zou proberen te racen, dan zou iedereen me uitlachen. Dat is niet waar. Je vrienden zouden nooit zo denken. Ze houden van je zoals je bent. Ik niet. Ik wilde echt graag meedoen aan de wedstrijd, maar ik weet dat ik het niet kan. En ik schaam me te erg om het mijn vrienden te vertellen. Hey, waarom kom je niet bij ons voorbereidingsteam? Voorbereidingsteam? Ja, om mee te doen hoef je niet aan de wedstrijd deel te nemen. Je kunt ons ook gewoon helpen om de wedstrijd voor te bereiden. Hij heeft gelijk. Zonder goede mensen die achter de schermen werken, is er helemaal geen wedstrijd mogelijk. Kom op, Max. Heb je zin om bij ons wedstrijdvoorbereidingsteam te komen? Wat zeg je ervan? Oh, echt? Kan dat? Tuurlijk, Max. Max, luister. Er is iets waar we nu direct je hulp bij nodig hebben. Hoe kan ik helpen? Ga je gang, Max. Oké. Huh? Wauw! Oh, dat ziet er goed uit.
En nu zijn we klaar voor de wedstrijd, dankzij jou. Dank je, Max. Ik ben echt heel blij dat ik kon helpen. Zou je morgen ook kunnen helpen? Zeker, dat lijkt me heel erg leuk. Alle deelnemers op hun plaatsen. Woe! We zijn begonnen. Het lijkt erop dat Spooky zich voorbereidt op het verspringen. Kan hij een nieuw record vestigen? Ja, een nieuw record! Woehoe, een nieuw record! Hey Max, kun je de zandbak fixen? Komt voor de bakken! Yep. Dank je, Max. Graag gedaan. Hey jongens, kijk Max eens. Ja, hij doet het super. Max, je bent de beste. Ik mag dan wel traag en zwaar zijn, maar ik vind mezelf oké.